Bij Volvo kunt u ook gebruik maken van bestuurdersprofielen. Nou, wat houdt dat precies in? In het bestuurdersprofiel kunt u eigenlijk al uw instellingen opslaan. Dus als er meerdere mensen in de auto rijden, kunt u door middel van dit sleepje naar beneden te doen. Profiel. Dan kunt u zeggen van nou, ik stap vandaag in de auto, ik ben profiel 1. En iemand anders kunt u instellen op profiel 2. Om dat te personaliseren, gaan we weer naar instellingen. Systeem. Bestuurdersprofielen. En hier ziet u dat we profiel 1 kunnen bewerken. Dan kunt u hier het kruisje klikken. En dan kunnen we zeggen, kunt u uw naam invullen. U kunt ook het profiel aan uw sleutel koppelen. Dus als u bent ingestapt met uw sleutel, dan kunt u zeggen van nou, ik wil graag dat hij hem koppelt. En zeg nu dat er dus meer dan 1 sleutel is gevonden, omdat ik met beide sleutels in de auto zit. En u kunt ook zeggen, ik wil graag mijn profiel beveiligen. Dus dat houdt in dat als u beveiligt, dat eigenlijk altijd de instellingen blijven zoals u ze heeft ingesteld. Dus dat als er bijvoorbeeld iemand op uw profiel in de auto gereden heeft en die heeft aan het klimaat gezeten, of die heeft aan uw stoel gezeten, dan slaat hij dat automatisch op. Behalve als u dus op profiel beveiligen heeft geklikt. Wat dan wel altijd moet gebeuren is als u instellingen wijzigt, bijvoorbeeld u gaat in My Car en u wijzigt uw display van chrome rings naar glas. En ik zet de graden eventjes wat minder hard. En ik vind het in de winter fijn als ik instap dat de stuurverwarming automatisch op standje 1 staat. Moet ik dat wel altijd eventjes opslaan door hier op het opslaanknopje te drukken. Het kan alleen als u stilstaat. En als we nu wisselen tussen profiel 2. Dan ziet u dat de instellingen van profiel 2 nu worden ingeladen. Kijk, nu is de stoelverwarming uit. Een andere radiozender. En de grades zijn ook anders ingesteld. En we zien dat we nu op profiel 2 zitten.